We blijven nog een tijdje rondhangen in die Bramant, want al sinds 2007 maakt fusiebank Crelan de landbouwvertrouwensindex op. Dat is een studie die zowel voor de sector als voor de beleidsmakers interessante en opmerkelijke informatie oplevert. Traditioneel wordt die landbouwvertrouwensindex van Crelan aan de pers voorgesteld op de Foire de Libramont. Ook nu was dat niet anders. Crelan, dat is bankieren met gezond verstand. Ook anno 2013 stelt Crelan, de fusiebank ontstaan na de overname van Centea door Landbouwkrediet, op de beurs van Libramont de landbouwvertrouwensindex voor. Marketmanager Vincent van Zande toont aan dat achter de cijfers en grafieken van deze analyse heel wat waardevolle informatie schuilt. De voeding met de sector is volgens CEO Luc Verzelen daarbij een belangrijk gegeven. Het is een index die opgesteld is op basis van wat de landbouwer denkt. Het is dus meer een gevoelsmatige index. En dat is heel goed omdat we dan kunnen weten wat leeft er in de landbouw. En die elementen die wij daarin kunnen analyseren, die zijn heel belangrijk. En voor de sector, ook voor de politici en ook voor de beleidsmakers. De landbouwvertrouwensindex onthult deze keer een voorzichtig positieve tendens, zo blijkt. Wat ik vaststel dit jaar is dat er terug een beetje meer vertrouwen is in de landbouw. Dat is heel belangrijk. Er zijn grote verschillen, zowel tussen regio's als tussen de verschillende specialiteiten. Wat er is dat men wat meer vertrouwen heeft, maar men blijft onzeker. Er blijft een gevoel van onzekerheid voor drie grote factoren. Eén, toch altijd de stijging van de productiekosten. Twee, de volatiliteit van de prijzen. En ten derde, de steeds moeilijker wordende reglementering. Vooral ook de beslissingen in verband met het Europees landbouwbeleid, waar men nu nog niet goed de impact kan van inschatten. Dat is ook heel belangrijk. Maar het belangrijkste is dat we vaststellen dit jaar dat de jongere landbouwer, de jonge actieve landbouwer, dat die meer vertrouwen heeft in de toekomst van zijn beroep, in de toekomst van de landbouw. En dat is toch wel een hoopgevend teken. Het vertrouwen van de Belgische landbouwer in zijn toekomst neemt dus lichtjes toe. Vooral bij jonge landbouwondernemers. Ik zie toch ook veel jonge landbouwers die, laten we zeggen, enorme risico's nemen. Weliswaar berekende risico's. En dat is toch wel het voordeel dat, zeker op die grote projecten, die grote landbouwprojecten, zowel in land als in tuinbouw, die mensen weten toch doorgaans wel goed waarmee ze bezig zijn. Wij vragen trouwens als bank ook meer en meer voor grote investeringsprojecten duidelijke, goed onderbouwde businessplannen, alvorens dat wij meestappen in zulke projecten. Dus doorgaans is de jonge landbouwer toch wel beter, laten we zeggen, onderbouwd qua visie op zijn bedrijf dan, laten we zeggen, de oudere landbouwer. Maar toch daalden de investeringsplannen in 2012. En uit de studie blijkt ook dat 19% van de Vlaamse boeren en maar liefst 33% van de Waalse landbouwers liquiditeitsproblemen zouden hebben. Toch een opmerkelijk verschil. Maar dat heeft te maken, denk ik, met de melkveesector in Wallonië. De melkveesector in Wallonië, ook in Vlaanderen, heeft vorig jaar natuurlijk een zware dip gekend. 2012 was geen goed melkveejaar en dat is veel harder aangekomen in Wallonië dan in Vlaanderen. Het heeft ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld 59% van de Waalse boeren melkt zijn melkquotum niet vol. Terwijl in Vlaanderen is dat maar 32%, wat ook nog veel is, maar toch een duidelijk minder percentage dan in Wallonië. In een nieuw landbouwmagazine, AgriView van Crelan, geven een paar landbouwers hun visie op de meest opvallende resultaten van de vertrouwensindex. De roep naar een eerlijke prijs voor veilige landbouwproducten blijft actueel. En ook de consument ondersteunt blijkbaar deze visie. Dat is natuurlijk de eeuwige discussie. De consument wil dit of de consument wil dat. Of de burger wil dit en de burger wil dat. En de burger stelt eisen aan voedselveiligheid en aan dierenwelzijn en toestanden. Maar op het moment dat de burger de winkel binnenstapt en consument wordt, dan gaat hij dikwijls anders redeneren natuurlijk. En dat is, ja, dat is een begrijpelijke reactie. Maar het is inderdaad zo, er worden nogal wat eisen opgelegd waar de landbouwer zwaar in moet investeren. En dat wordt niet altijd in de mate van het mogelijke vergoed door of betaald door de consument. Nog opmerkelijk, het eerste semester van 2013 werden er bij Crelan al ruim 7% meer landbouwkredieten afgesloten. Landbouwers die door de toenemende prijsvolatiliteit eerder terughoudend zijn om te investeren, kunnen bij Crelan een beroep doen op flexibele kredieten.
uitstel van kapitaalaflossing of een variabele afbetaling die inspeelt op de afwisseling van goede en kwade jaren in de sector. Iets wat vooral bij jonge investeerders als muziek in de oren klinkt. Krelan, dat is bankieren met gezond verstand.